Kijk, dat zijn de betere kroegfeitjes. Eén glas alcohol, zo lazen we in Metro, maakt je creatiever. Was gebleken uit Oostenrijks onderzoek, al dus de krant die het overigens ook weer had van de Britse tabloids. Het onderzoek bestaat echt. Matthias Benedek van de Universiteit van Graz beschrijft daarin hoe hij 70 vrijwilligers alcoholvrij bier of echt bier liet drinken. En toen ging hij ze testen. Eerst een woordspelletje. Bedenk welk begrip de woorden brood, schimmel en oud met elkaar verbindt. De oplossing is kaas. Of verzin zoveel mogelijk dingen die je met een paraplu zou kunnen doen. En toen? Nou, eigenlijk gebeurde er toen niet zo gek veel. Bij het spelletje verzin zoveel mogelijk manieren om een paraplu te gebruiken, maakte alcohol geen enkel verschil. Alleen bij het woordspelletje scoorden de drinkers ietsje beter. Maar alleen als ze één glas op hadden. Iets meer en ze bakten er meteen helemaal niets meer van. In het onderzoek zelf schrijft Benedek dat nog vrij netjes op. Nee, deze bevindingen betekenen niet dat alcohol de creativiteit vergroot. De positieve effecten blijven beperkt tot specifieke stukjes van het creatieve proces. Maar in de kop staat het alweer een stuk stelliger. Creativiteit uit de top. Ja, dan hangt dus de krant aan de lijn. Een beetje alcohol kan creatief maken, staat daar. En zelfs inspiratie nodig, neem een biertje. We belden Benedek en vroegen hem wat er was gebeurd. They were sometimes not happy with the academic version of explanation I gave them, and so they proposed shorter comments to explain this in their article. And if they were not completely wrong, I approved them. Yeah. Ja, zo lusten we er nog wel een. Het zal best dat alcohol bepaalde componenten van het creatieve proces wat losser maakt. Maar om nou te zeggen, van een borrel word je creatief, dat is gewoon borrelpraat.